Ik ben Chris de Roo, 35 jaar. Als beroep natuurlijk zanger en entertainer door het hele land, al 15 jaar lang. En ik ben al zo lang bezig om zeg maar mijn carrière een beetje in de lift te krijgen. En dat is behoorlijk geluk al. Uit je tenen kwam dat, uit je tenen. Zeg, zingen kan je. Wij hebben iets voor je. Hier is het eerste exemplaar, aangeboden door Sing It, van je single Bloed, Zweet en Tranen. Oh. Jij krijgt van ons 300 exemplaren. En lieve mensen, die gaat hij allemaal persoonlijk signeren, op naam. Het was toch wel in de leeftijd van 9 jaar. Daar had ik eigenlijk min of meer de interesse al in de muziek. En toen had ik zoiets van, ik wil gewoon de bühne op, ik wil die showbiz in. Dat is mijn ding. Ik trok altijd de aandacht van iedereen zeg maar, in partijtjes. Feestpartijtjes, verjaardagpartijtjes, noem het maar op. Dus ja, voor mij was dat zo klaar als een klontje. Dit wilde ik en niks anders. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Het was een warme druk. Ik zat naast de lege kruk. Ik verlangde zo naar jou. Dan zijn we nu aangekomen bij Creativo Haarmode. Dat is mijn vaste kapper. En dan gaan we naartoe om te kijken of we nog wat voor mij kunnen maken voor het optreden. Laat ze maar gaan. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Ze hebben anders niets te doen. Hi. Hi. Ja, goed. Jou? Even liggen. Weer speakers van. Ja. 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 Wat gaat er gebeuren? Even scheren. Ja, dat moet er allemaal bij. Het moet wel een beetje glad worden vanmorgen. Laat ze praten. Wat een voelt goed hoor. In mijn, in mijn dagelijks leven hoort dit er ook bij. Hè? Ja, dat is natuurlijk speciaal. En Marloes die kan dat allemaal heel goed. Niet alleen knippen en zo, maar ook visagie, alles. Hè? Kom je hier vaak? Ja. Dat is mijn vaste kapsalon hoor, waar ik kom. Dus dit is meer dan alleen kapsalon. Ja. Nou, wat ga je morgen doen, Chris? Ja, ik ben best gespannen. Ja. Het is natuurlijk wel met grote artiesten op het podium. Ja, met Joling en Gordon en Glennis Grace. Dus het is wel spannend. Dat is zeker spannend. Dus daar moeten we even goed opstaan. Hè? Ja, voor zorgen. Ja. Nou, maar daar ben ik ook niet bang voor. Nou,
Mijn allereerste optreden was natuurlijk waar we nu zitten in mijn stamkroeg. Grand Café De Markant eigenlijk. Ja, dat is ons, mijn thuispubliek en daar deed ik eigenlijk voor het eerst zeg maar mijn Nederlandstalige dingen. En ja, dat sloeg in als een bom en, ja, en van daaruit zijn we eigenlijk verder gaan bouwen, zeg maar. Dit bestaat natuurlijk al heel lang, dit café, dus ja, dat is natuurlijk fantastisch om je dan hier gewoon eigenlijk met je thuispubliek en met je eigen publiek in feite gewoon lekker je dingen te kunnen doen en ook dat ze natuurlijk enthousiast zijn. En dat waren ze. Ik begon net als iedereen vroeger natuurlijk in de mini playback show van Henny Huisman. Daar deed ik vroeger Prins na. En ja, dat vond ik natuurlijk geweldig, omdat je gewoon echt altijd de aandacht wilde trekken op feestjes en partijtjes en verjaardagsfeestjes. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje ja, in die richting gegaan en ik vond het geweldig om te doen. En ik heb heel veel optredens gedaan al. Bijvoorbeeld dus de Soundmix Show van Henny Huisman. Het was een liedje van René Vroeger. This is the moment. Zulke liedjes deed ik dan. En daar ben ik vijf dus mee in de show geworden. Dus dat was natuurlijk fantastisch om dat mee te maken. En daarna stond de telefoon ook rood gloeiend voor mij. Het was het vanmiddag de beurt aan zanger Chris de Roo. Die later op de dag de Ajax-fans vanaf de middenstip zal toezingen. Chris, die ooit René Vroeger nadeed in de Soundmix Show, zal later zijn nieuwe single zingen. En Shownieuws kreeg alvast een voorproefje. Want ergens hier op deze wereld zien wij elkaar weer. Leuke optredens in de arena in het voorprogramma van René Vroeger. De voorprogramma's van André Hazes destijds toen hij nog leefde. Dus ja, dat was natuurlijk geweldig, leuk. Ik heb een beetje bloed hier. Ga ik zo wel goed, Arie? Of lijkt het... Keurig. Ja, snijd deze jongeman niet, dat heeft een groot probleem. Ja. Oeh, ja. Groot pleister. Heb je het vaker gedaan of moet ik er dus zorgen maken? Nee, wel vaker gedaan. Dit is niet van de een op de andere dag. Maar dit is zo fijn voor de man. Een beetje verwennen. Dat heb ik elke dag wel weer, hè? Een beetje afficheren om goed te ruiken vanmorgen? Ja, okay, alvast, hè? Ja? Kijk, zo doen ze dat hier. Ja. Ja. Oké. Ga ik ook naar. Ik wens je veel succes, jongen. Ik ben hoor. Ja. Ja, komt goed. Ja. Zo? Yes. Nou, wakker worden. Hey. Ja, dat was wel eventjes. Ik zal er wel echt van in slaap gaan, maar bijna. Klaar voor de grote dag. Jazeker. Ja, absoluut. Ja, dat is wel. Het ziet er weer glad uit allemaal. Na zeg maar, de Soundmix-periode, toen had ik natuurlijk een periode waarin je jezelf eigenlijk een beetje moet gaan uitvinden qua muziek wat je graag wil. Op een gegeven moment kwam er een platenmaatschappij die wilde met mij werken. EMI en Roa destijds. En Roa was zeg maar Rudy Hermans en Robert de Waal. Die schreven het liedje Als ik er morgen niet meer ben. Die heb ik opgenomen en uitgebracht via EMI toen. Ja, en dat werd direct een gigantische knaller, want ik had het niet verwacht. Omdat het mijn allereerste Nederlandstalige plaat was, had ik niet verwacht dat het zo hoog zou komen. En het kwam binnen in de top 100 op 67 toen. En dat schoot gewoon door naar 26. Dus dat was voor mij gewoon ja, een beetje overweldigend, zeg maar. En... Nou, toen begon alles. Ik hoop dan dat je weet hoeveel ik van je hou en in gedachten ben bij jou. Als ik er morgen niet meer ben, laat haar dan weten dat ik van haar hou. Dat papa alles heeft gedaan. Zo. Pepermuntje, alles goed.
voor de frisse adem. En we gaan naar de locatie, MCR Hotel. Doei! Bedankt, hè? Doei! 5 oktober is natuurlijk een hele spannende dag. En de organisator van dit evenement, daar kwam ik mee in contact. Die kwam ik tegen in de supermarkt. En die zei van, ik ga iets groots opzetten hier. Hij zegt, jij moet er eigenlijk bij. En ik wil je er graag bij. En ik ga hier Glennis Grace, Gordon en Gerrit Joling naartoe halen. En daar sta ik dan maar weer tussen. Ik bedoel, het is natuurlijk wel... Heel spannend en geweldig dat ik daar weer bij mag zijn. Ik bedoel, zo vaak krijg je de kans dus niet. En ik krijg die kans keer op keer eigenlijk wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hi. Leuk dat je er bent. Zeker. Ik kwam even kijken hoe het eruit Ik was even in de buurt. Ik denk, ik wil even kijken hoe de opbouw is. Ja, goed. Dat het al is. Ja, omdat ik het heel spannend vind. Ja. Ik kan het me voorstellen met toch, zo'n line-up. Ja, toch? Toch met zo'n line-up als... dat zijn toch grote artiesten, ja. Laten we eerlijk zijn. Absoluut. En dan ben ik altijd trots erop dat ik er bijna tussen sta. Ik kan het me voorstellen. Nou, podium staat wow. Daar. Ja, wauw. Mijn grote nog ruimte. Nog een catwalk ervoor gedaan. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel leuk, hè? Ja, een beetje voor het publiek in. Geweldig. Nou, de VIP's komen ernaast te zitten. Dus, ja. Ik moet morgen nog even wat mooi neergezet nog met tafeltjes. En ik heb ook begrepen iets met nog mensen van in een rolstoel, hè? Dat die kan ook aan de zijkant inderdaad, ook dichter bij het podium, wat even afgezet met dranghekken. Dat ze niet in verdrukking komen, dus gaat super. Helemaal goed komen. Super. Ja. Nou ja, en voor de rest horeca, dat laat je maar aan ons over, dat komt goed. Dat is geen twijfel dat mogelijk. Dat zijn we wel gewend. Ja, nee, super. Ja. Goeie band erbij, dat kan niet anders dan misgaan. Hier. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Hoi. Onze organisatie. Ja. Hey. We zijn in één keer allemaal bij elkaar, dat hoop ik. Jongen, dat is geweldig, toch? Zo. Nou. Knallen. Spannend. Knallen. Echt spannend. Wanneer? Ja. Ben je klaar voor? Ja, dat is sowieso. Ja. Nou, misschien moet je het even uitproberen. Het podium, hoe het voelt vanmorgen. Zal ik dat eens doen? Kijk hoe spannend dat nu in een lege zaal en morgen in een volle zaal. Ik ben wel gewend, maar dit is nog wel weer heel apart. Nou, ga je gang. Ik ga dat even proberen. Ja. Nou, hoe voelt dat? Nou, het is... Ja, het is dan natuurlijk wel heel erg... Groot, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou ja, het is nou nog leeg, maar straks dan... Morgen mooie band erachter. Goeie band mooi erachter. Mooi licht, mooi erbij, mooi geluid. Ja. Oh, mooi dit. Echt leuk. Nou, succes vanmorgen. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Marijke. Okay. Net kan me echt niet schelen. Mijn toekomstplannen zijn eigenlijk zoveel mogelijk mooie muziek maken voor al mijn fans en de mensen die het leuk vinden. Ik ben op dit moment bezig met een nieuwe single samen met mijn tante, Janneke de Roo heet ze. Die had vroeger een gigantische hit met haar zus in Blauwe Korenbloemen. Ze hebben haar zangcarrière weer opgepakt en wij zijn eigenlijk door het overlijden van mijn opa hebben wij een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we uitbrengen. En de titel daarvan is Niemand Weet. Dus eigenlijk ook een klein beetje ter nagedachtenis van haar vader en mijn opa. Dus dat is natuurlijk eigenlijk best wel uniek, want neefje en tante die samen zingen, dat is best uniek. Maar ik moet zeggen dat we heel veel reacties nu al krijgen, dus het is super. 9 november is onze cd-release. Dus dan houden we ook direct de presentatie ervan in Emmen ook. Ook onze thuisbasis. Hè? Blijf het toch leuk vinden om dat te doen. En voor de rest gewoon lekkere platen maken en volop met de optreden gaan. Jij moet weten.